We gebruiken inmiddels ruim 5 jaar, denk ik, high sugar gras in combinatie met rode en met witte klaver. Toen we ermee begonnen, het concept sprak me aan, het hoog suiker en de efficiëntie, de hoge verteerbaarheid ook. En toen we het voor het eerst ingezaaid hebben, hebben we het gestalvoerd. En de koeien zijn voor mij altijd de ultieme test, die liegen nooit. En het bleek gewoon dat het eiwitgehalte steeg structureel als we in dat perceel bezig waren. En dat gaf mij wel voldoende vertrouwen om er ook mee verder te gaan. En ondertussen wordt eigenlijk al het grasland wat we vernieuwen, wordt er met high sugar gras en klaver ingezaaid. Abergain is een uniek ras als we het vergelijken met de andere weidegrasrassen in Nederland. Heeft in de eerste en de tweede snede gigantisch hoge opbrengst. High sugar gras zorgt door haar samenstelling voor een optimale pensbenutting. Dit betekent dat we uiteindelijk een betere eiwitbenutting bij de koeien zien en mindere methaanuitstoot ook voor het milieu. High sugar gras is een klimaatslim concept, ideaal voor Nederlandse en Belgische veehouders.